Nou, we hebben heel veel werk gezet, hoor. Absoluut. Dus het is, ja. Goeiedag. Ja. Ik geef het aan Erik Wenners, de enige echte. Ja! Onaanvolgbare. Nou, hartelijk welkom allemaal. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn gekomen naar het Essenburg Park. Jaren heeft het ons gekost met heel veel inzet en veel lobbyen om het park te kunnen realiseren. Fantastisch dat het uiteindelijk gelukt is. Het park wordt een flora- en faunapark, dus dat komt op de eerste plaats. Het wordt geen schoffelpark, we laten het ook een beetje gaan zoals het gaat. Maar als er eens een keer iets gedaan moet worden in het park, dan doen we, want het beheer wordt zo dadelijk aan de Stichting Essenburg Park overgedragen. Dan zullen wij een beroep doen op ja, u allen, of de bewoners, of alle geïnteresseerden, of sociaal-maatschappelijke organisaties, om mee te komen helpen. Want ja, dat kunnen we niet alleen, daar hebben we echt iedereen voor nodig. Dus we hopen ook dat het park zodanig aanvoelt als ons park en jullie park, dat we dus ook samen kunnen gaan onderhouden. Okay, ik wil echt nogmaals even mijn dank uitspreken aan de gebiedscommissie. Die hebben echt ons ondersteund en altijd een luisterend oor gehad. Maar ook alle politieke partijen op de Coolsingel, van links tot rechts. Iedereen die erbij betrokken is, gewoon hartelijk dank. En ik hoop dat iedereen heel veel plezier mag beleven van dit prachtige Essenburg Park. Dank u wel. Deze route die kun je gewoon aanmelden bij route.nl. Ja. En dan maar daar zitten tussen de 80 en de 100 paardjes. Zoveel? Oh, nou dan moet er hier absoluut één komen. Dat zal wel gaan lukken, denk ik dan. Ja, wel die zijstraten hebben de namen van de boerderijen die hier hebben gestaan. Ja, dank je. Maar je hebt toch een stift in je hand, of is het een pin? Ga even lekker zitten. Zo. Ja. Deze neem ik mee naar huis. Zo. Dan gaan we eens kijken wat het allemaal gaan doen. Enjoy the moment, joh. Oké, dankjewel. Zo. Trots zijn op ons allemaal, hè? We hebben het samen gedaan. Dus kom zo eerder langs. Ga hier lekker genieten. Het gaat vanaf morgen elke dag open. Dus. Ik vind het echt heel knap hier. We doen allemaal ons best, dank je. Sowieso. Dit is wel zelfstandig, maar het hoort zogezegd bij het Essenburg Park. Niet alleen mijn werkidee natuurlijk. Hè. Ja, toen bleek de grond gewoon eigenlijk niet meer zo te kunnen gebruikt worden zoals ze dat hadden gewild. Dus toen was het helemaal zo natuurlijk. Motie nodig om ook die aankoop te kunnen doen. En als de NS...